zorgmachtiging en wat er gaat gebeuren. Dit filmpje gaat over de wet verplichte GGZ. Je hebt een brief gekregen van een GGZ-instelling. Daarin staat dat voor jou een zorgmachtiging wordt voorbereid. Ik ga uitleggen wat een zorgmachtiging is en wat er gaat gebeuren. Mensen die jou kennen maken zich zorgen over jou. Deze mensen denken dat je slecht voor jezelf zorgt of dingen doet die gevaarlijk zijn. En ze verwachten dat de juiste zorg jou zal helpen. Blijf kijken. Ik leg je uit wat er gaat gebeuren. Er komt een advocaat bij jou. Samen praat je over wat jij denkt en wilt. De advocaat komt op voor jouw rechten. Ook komt er een psychiater met je praten. Die kijkt hoe het met je gaat. Hij schrijft op welke zorg hij denkt dat jij nodig hebt, zodat het beter met je gaat. Je mag ook zelf aangeven wat jouw zorgwensen zijn. Het mooiste is als jullie het eens worden over welke zorg jij nodig hebt. Je kunt een patiëntenvertrouwenspersoon vragen jou te ondersteunen. Deze kan jou ook extra informatie en advies geven. Je mag ook zelf een plan schrijven om te proberen een zorgmachtiging te voorkomen. Je mag dit alleen doen of met andere mensen die je zelf kiest. Dat heet een eigen plan van aanpak. Jouw advocaat of patiëntenvertrouwenspersoon kan je hier nog meer over vertellen. Je eigen plan van aanpak wordt dan goed gelezen door twee psychiaters. Als de psychiaters het met jouw eigen plan van aanpak eens zijn, dan mag je dat eigen plan van aanpak uitvoeren. Als de psychiaters vinden dat je andere zorg nodig hebt dan in jouw eigen plan van aanpak staat, dan vragen ze wat een rechter ervan vindt. Je gaat dan samen met je advocaat naar de rechter. De rechter vraagt ook wat jij wilt. Als alles is besproken, neemt de rechter een besluit. Als de rechter vindt dat jij zorg nodig hebt, dan beslist de rechter welke zorg je mag krijgen. De rechter schrijft dat op. Dat heet een zorgmachtiging. Jouw zorgverlener overlegt met jou. Daarna beslist de zorgverlener wanneer en welke zorg je moet krijgen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw wensen. Laat de brief die je hebt gekregen ook lezen aan mensen die jij zelf kiest. Zij kunnen jou dan ook helpen. Vragen kan je altijd stellen aan jouw advocaat, jouw patiëntenvertrouwenspersoon of jouw zorgverlener.